Hallo, ik ben Diemer Verkaye van het Wolfencing Team Belgium. Wij helpen veehouders met advies en hulp op het terrein om hun omheining wolverend te maken. Vandaag bekijken we wat een wolverende omheining precies is en hoe je dat toepast op de meest voorkomende types omheiningen. Wat maakt een omheining nu wolverend? Eenvoudig gesteld mag een wolf er niet door, niet onder en niet over kunnen. En die volgorde is van belang, want dat is de volgorde waarin dat de wolf probeert om erdoor te geraken. Om te vermijden dat de wolf in de wei geraakt, heb je sowieso een omheining nodig, want een beek of een sloot houdt een wolf niet tegen. De draad moet stevig genoeg zijn, met mazen van maximaal 20 op 20 centimeter. Gaat het over horizontale stroomdraden boven elkaar, dan mag er maximaal 20 centimeter tussenruimte zijn. Het volgende dat de wolf probeert, is om onder de omheining door te geraken. Hij loopt de omheining langs en probeert eronder door te geraken. Zorg daarvoor een stevige ondergravingsbescherming, een fysieke barrière. Maar nog beter is om een stroomdraad aan de buitenkant te voorzien op 15 à 20 centimeter hoogte. Om te vermijden dat een wolf over de omheining klimt, is het belangrijk dat de omheining minstens 120 centimeter hoog is en dat er een stroomdraad aan de bovenkant geplaatst wordt. Ursusdraad is zowat de meest gangbare draad om schapen en geiten binnen te houden. En een wolf kan er zeker niet door, want de draad is stevig genoeg en de mazen zijn maximaal 20 op 20 centimeter. De belangrijkste aandacht moet hier gaan naar het vermijden dat de wolf eronder doorgaat. En daarvoor plaatsen we een stroomdraad aan de buitenkant van de omheining op 15 à 20 centimeter boven de grond. En ook 15 centimeter van de ursusdraad af om te vermijden dat er stroomverlies is door inductie. Om te vermijden dat een wolf over de omheining klimt, plaatsen we een stroomdraad aan de bovenkant van de omheining. Die moet op minstens 120 centimeter hoogte geplaatst worden. Als de ursusdraad lager is, dan plaatsen we bijkomende stroomdraden. En dan moet er minstens 20 centimeter tussen de ursusdraad en de eerste stroomdraad zijn. En tussen verschillende stroomdraden onderling mag er maximaal 30 centimeter zijn. Om wolverend te zijn, moet er op de stroomdraden altijd een spanning van minimaal 4500 volt staan. Let erop dat je ook zeker een stroomtoestel gebruikt met een impulsenergie van minimaal 1,5 joule. Als een stroomdraad onderaan aan de buitenkant niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een haag aan de buitenkant of een tuin van de buren, zorg dan voor een fysieke barrière waar dat de wolf niet onderdoor kan graven. Plaats je een nieuwe omheining, zorg dan dat je de draad minstens 40 centimeter diep ingraaft. Dan kan de wolf er niet onderdoor. Gaat het over een bestaande omheining, dan kan je een extra stuk draad bevestigen onderaan en die 40 centimeter diep ingraven. Een extra stuk draad bevestigen onderaan en ingraven is niet altijd eenvoudig. Als je de ruimte hebt, kun je de draad ook aan de buitenkant over de grond laten doorlopen en dan stevig in de grond verankeren. En dan kan de wolf er ook niet onderdoor graven. Heb je geen ruimte aan de buitenkant om een draad over de grond te laten doorlopen, dan hebben we ook nog een oplossing met U-vormige betonijzers die je overlappend in de grond kunt inslaan om een ondergrondse barrière te vormen waar de wolf niet onderdoor kan. Ook bij poorten is het belangrijk dat een wolf er niet door, niet onder en niet over kan. Om te zorgen dat hij er niet door kan, mag er maximaal 20 centimeter tussen de horizontale balken zijn. Om te vermijden dat de wolf eronder door geraakt, kun je een stroomdraad onderaan plaatsen. Maar handiger in gebruik is om te zorgen dat er een fysieke barrière is dat de wolf er niet onderdoor kan graven, zoals een betonnen plaat die minstens 40 centimeter diep ingegraven is. En om te vermijden dat de wolf erover klimt, plaats je gewoon de stroomdraad met poortgreep. Ook tuindraadafsluitingen en hoge ursusdraadafsluitingen zijn prima wolverend te maken. De draad zelf moet stevig genoeg zijn en de mazen mogen niet meer dan 20 op 20 centimeter zijn. Onderaan plaatsen we opnieuw een stroomdraadje op 15 à 20 centimeter hoogte om te vermijden dat de wolf eronder doorgaat. Is de tuindraad 180 centimeter hoog of hoger, dan is de kans klein dat wolven erover klimmen. En de Vlaamse overheid verplicht ook niet om dan nog verdere maatregelen te nemen. Maar vanuit het Wolfencing Team raden we toch aan om ook aan de bovenkant nog een extra stroomdraad te plaatsen om te vermijden dat wolven erover klimmen. Is de tuindraad lager dan 180 centimeter, plaats dan ook aan de bovenkant van de omheining een stroomdraad. Is die bovenkant van de omheining minder dan 120 centimeter, plaats dan extra stroomdraden bij tot 120 centimeter hoog. Tussen die stroomdraden mag dan maximaal 30 centimeter zijn. Een schrikdraadomheining met 5 à 6 draden is kostenefficiënt en wolfwerend,
als je op het volgende let. De onderste draad mag opnieuw maximaal 15 à 20 centimeter van de grond. De draden daarboven met maximaal 20 centimeter tussenruimte. Boven de 60 centimeter kun je eventueel wat meer ruimte tussenlaten tot maximaal 30 centimeter. De bovenste stroomdraad moet op minimaal 120 centimeter boven de grond. En op die manier kun je een omheining met 2 of 3 stroomdraden aanvullen tot een volledig golferende omheining. Een belangrijk aandachtspunt is dat de draad overal het relief mee volgt en dat die steeds de minimale afstand van 15 cm en maximaal 20 cm behoudt. Plaats desnoods wijde palen bij om te zorgen dat die draad overal het relief volgt. Op prikkeldraad mag wettelijk geen stroom gezet worden. Een prikkeldraadomheining kun je dus vervangen door een omheining met 5 of 6 stroomdraden boven elkaar om een wolverende omheining te maken. Bij een houten paardenomheining maken we de gaten dicht door schrikdraden aan de buitenkant aan te brengen. Tussen de grond en de eerste stroomdraad, de stroomdraden onderling en de stroomdraden en de balken mag maximaal 20 cm tussenruimte zijn. Een stroomdraad aan de bovenkant zorgt ervoor dat de bovenste balk niet als opstapje kan gebruikt worden. En als er dan op alle draden minimum een spanning van 4500 volt opstaat, is de paardenomheining volledig wolfweer. Bij een paardenomheining bestaande uit schriklinten vul je verder aan zodat er maximaal 30 cm tussen de schriklinten is en onder de 60 cm mag er maximaal 20 cm tussen de schrikdraden zijn. Onderaan vul je best aan met metalen gladdraden aan de buitenkant omdat die zeer strak kunnen gespannen worden en de wolf veel sneller een schok zullen geven. Verplaatsbare elektrische omheiningen met horizontale schrikdraden of schriklinten of zoals deze flexienetten zijn wolfwerend als ze minstens 120 cm hoog zijn. Zijn ze lager, dan moeten er extra tussenpaaltjes geplaatst worden om er een schriklint boven te plaatsen op 120 cm hoogte. Zo, dat waren de belangrijkste types omheiningen en hoe je ze wolfwerend maakt. Alle veehouders die we tot nu toe hielpen, hebben intussen geen schade meer gehad door wolven. Dus het werkt. Maar een keten is maar zo sterk als de zwakste schakel. Let dus op volgende aandachtspunten. Gebruik voor de onderste stroomdraad liefst een metaaldraad die strak opgespannen is, zodat die snel contact maakt met de huid van de wolf. Zorg dat het weiland rondom rond wolverend is, inclusief poorten. Verwijder eventuele opstapjes aan de buitenkant, zoals composthopen, takwallen of zitbankjes. Onderhoud de omheining goed en controleer dagelijks de spanning en op eventuele defecten. Zorg dat de spanning altijd minstens 4500 volt bedraagt en zorg zeker voor een goede aarding. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een like en help andere veehouders door deze video te delen. Heb je na het zien van deze video nog vragen of heb je hulp nodig? Contacteer ons dan via onze website. Heb je vragen over de wolf of over subsidies? Neem dan een kijkje op de website van Natuur en Bos.